Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is tijd om op te staan en het is tijd om een lekkere douche te nemen. En die douche moet koud zijn, maximaal 1 minuut. Yep. Marvin die heeft net al koud gedoucht en dat was een hele ervaring. Ik lag op bed en ik hoorde... Oh, 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 oh. Lekker. Wat deed jij? Een timer van 1 minuut? Ja, maar mijn tip zou zijn 30 seconden en dan even de kraan uit, inzeepen en dan weer 30 seconden. Want dat ging bij mij net mis. Ah, echt? Ja, dan doe ik hem wel weer opnieuw voor je aan. Oké, okay, doe ik 30 seconden. Ja. Oké. Okay. Je wordt er wel echt oprecht zo wakker van. Ja, ben je nu... Ja, en ik heb nog steeds een beetje zo'n tinteling op mijn arm. Dat is voelig. Dit is echt erg. Ja. Kijk het horloge van Marvin hier. Zo wit die uit. Ik zie je wel hoe bruin je bent geworden. Ja, zo wit ben ik dus gewoon in de winter. Ja, dat is een groot verschil dan, hè? Ja, echt. Kijk zo, die zijkant. Zo. Wow, de bodem is ook even lekker koud. Ja, ik heb mijn haren niet nat gemaakt, maar jij gaat wel je haren doen. Kijk, ik ga mijn haren nat maken. Ik ga mijn hele lijf. Ja. Oké, okay, dan gaan we. Een maand lang. En voor mensen die zich afvragen waarom. Ja, gewoon leuk een keertje even testen. Een maand lang koud douchen. Niet langer dan een minuut. Ook omdat Thijs altijd koud doucht. Dan zijn we ook wel eens benieuwd hoe dat nou echt is. Ja, Thijs die zei wel van ja, thuis is mijn douche best wel koud. Maar hier bij jullie is de douche zo verschrikkelijk koud. Ja, die vinden het altijd heel lekker om hier te douchen. Want dit is echt enorm koud. Ja, want je hebt hem op de allerkoudst gezet. Ja. Ja, want Thijs zegt ook als ik onder de douche van jullie kom, dus mijn hele huid helemaal rood. Ja, klopt. Nou, succes gehad. Niet te hard schreeuwen. Ja, dat is het probleem bij mij. Ja, je moet blijven ademen. En weet je wat bij mij heel erg werkt? Ja. Dan doe ik zo eerst mijn pols eronder, aan beide kanten. En dan doe ik mijn benen eronder. En dan pas draai ik me om en dan doe ik mijn rug. Dat werkt echt, want daardoor raak je een beetje gewend aan de kou. Dan dat je in één keer zo je hoofd... Ik wou eigenlijk de onderstaande maan doen. Oh nee, dat is wel heel heftig. Ja, maar ja, je mag wat jij wil. Doe maar. Komt ie, ja? Ja. Oh. Als die aanstaat, doe ik de timer aan, ja? Ja. Als jij eronder staat, bedoel ik. Ja, als ik hem aan doe. Nee. Ik ben heel erg benieuwd. Een beetje wacht hoor. Dus nou, dit wordt geen probleem meer. Ik ben heel erg benieuwd of we later deze week, of over 2 weken, of 3 weken, of eind van de maand, of we dan nog zoveel moeite hebben met koude douchen. Denk omdat je het dan sneller doet. Ja, ik denk het wel. Ik ben benieuwd naar. Oh, het is echt heel koud. Oef. Oef. Makker. Ademen, ademen. Oh, ik krijg mijn hand. Jeetje, Mina! Maar je raakt er nu al een beetje aan gewend, hè? 3, 2, 1. Oké, en dan even lekker inzeven. Oh, mijn god! Even lekker inzeven. Oh, heftig, man. Zo! Oh, deze gaat echt koud, hè? Ja. Wow. Maar ik vind hem wel echt lekker. Ook toen ik hem aan het inzeepen was, toen was ik er wel een beetje aan gewend. Waar beginnen jullie altijd met inzeepen? Ja, ik ook altijd met mijn borst. Wow, ik doe altijd zo en dan begin ik altijd ja, hier. Ik en dan ook. Wrijf ik uit en dan ga ik naar de rest. Ja, maar het is op zich wow, best logisch. Dit? Standaard move. Ja, serieus. Kijk dan. Ja. Dit is een standaard move van mij. Nou, het ziet er wel vet uit, hè? En dan ga ik naar de rest. Dan doe ik al dit. Dan dit. En normaal heb je natuurlijk geen onderbroekje aan. Nee. Oei, oei, je gleed bijna uit. Ja. Lekker goed tussen die teentjes altijd zo. Nou, zet maar weer aan. Dan doe ik de timer en je hebt nog 30 seconden. Oké. Okay. Ja? Ja. Yes. Oké. Okay. Niks aan de hand. Lekker douchen. Douchen, douchen. Douchen. Hé! Hey. Oh, sorry! Laat die stang daar. Ik kom op een keer. Wow, wow, wow! Lekker douchen, lekker douchen, lekker douchen. Ja! Oh. Oh. Oh, dat was lekker. Oh. Dat was wel echt oprecht heel fijn. Ja, chill hè? Ja, super chill. Goedemorgen! Klaar voor vandaag? Nou, dat gaan we
een maand lang doen. Ja. En dat gaan we proberen elke dag te filmen. Ook al moet ik zeggen, ik douche niet elke dag. Dat deed ik vroeger wel. Ja. Toen dacht ik, je moet elke dag douchen. Ja. Maar ik douche niet elke dag. Soms douche ik gewoon één dag niet. Ja. Dus dan douche ik bijvoorbeeld in de ochtend. En dan douche ik bijvoorbeeld morgen niet. Maar dan daarna weer in de ochtend. Maar dat hangt er ook gewoon heel erg vanaf wat ik heb gedaan. Als ik niet zo'n drukke dag heb gehad. En ik ruik in de avond, want ik ruik gewoon niks. Dan denk ik, oké. Ja. Dus dat is, ja, ik ben ook niet een persoon die echt heel, heel erg zweet. Als het normaal weer is, wel als het warm is in Italië bijvoorbeeld, dan zweet ik echt heel veel. Ja. Want dan moet ik mijn warmte kwijt. Sommigen die krijgen dan hun warmte niet weg en dan zweet je niet. Want als je zweet, dan krijg je gewoon de warmte eruit. Ja, ik ben niet zo'n persoon die zo snel zweet met normale temperatuur. Dus dan hoef ik ook niet echt te douchen, vind ik. Maar goed, En je sport niet meer. Ik douche eigenlijk wel elke dag omdat ik gewoon sport. Ik dus heb altijd niet gesport, dus dat is ook anders. Ja, goed. In ieder geval even omkleden. En dan gaan we vandoor naar Overijssel. Naar de eerste meet and greet van het weekend. Let's go. Zo fijn om die maniertjes dan te zien hoe jij afdroogt. Ja, ik heb allemaal maniertjes. Zo bij je rug. Ja, dat is automatisme. Ja. Zo, dat zijn mooie ballonnen. Ja, meneer. Is er een opening of zo hier? Hele mooie ballonnen. Niet voor ons helaas. Helaas, maar het is ook wel rood en zwart geweest. Ja, inderdaad. We zijn aangekomen in Zwolle. We hebben de meeting dus dit weekend in de provincie Overijssel. En ik wist dus eerlijk gezegd niet dat Zwolle in Overijssel lag. Maar dat schijnt dus een deel erin te liggen ofzo. Ja, nou, echt op het randje volgens mij, want het is ook bijna Drenthe. We gaan even een ontbijtje halen. Let's go. Lekker koffietje. Ja. Daar beginnen we de dag dan mee. Fijn. Los van de koude douche. Je hebt goed gereden. Lekker. Ik heb nog even geslaafd met de auto. Fijn, hè? Ook lekker. Zwolle is wel echt een hele mooie stad. We hebben ook een paar mooie kerken, hoor. Zwolle. Ziet er echt nice uit. En check dit. Ziet er ook nice uit. En check Myron. Ziet er ook nice uit. En de auto ziet er ook nice uit. Ik zie hem bijna niet. Nee, nu zie je hem niet, nee. Maar straks. Lekker veel vliegjes op de voorkant. Ja. Goed, dan gaan wij naar de meet and greet plek. Ik ben heel erg benieuwd. Wordt in ieder geval hartstikke leuk. Maar we hebben nu in ieder geval even lekker ontbijtje gehad. Ik heb hier al wel een beetje onhandig maar de fles in gedaan. Maar als je dus hierop drukt. En dan daarna hierop drukt. En dan daarna hier aan trekt. Dan hoppa. Dan kan je hem daarna weer dicht doen. Dan zit hij vast. Ideaal. Hoe ideaal is dat? En de mijne hou ik even vast. Maar we hebben ook lekker ontbijtje. Namelijk lekker cookie. Wow. Dit heb jij? Ja. Een scone met aardappelpuree. Met boter en jam. Oh, boter en jam. Goeie joh. Nice. Lekker, lekker, lekker. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, je mag gewoon een helftje hoor. Nee, ik heb een koekje. Ja. Gewoon letterlijk koekje als ontbijt. Maar wel echt zo'n grote luxe koek, weet je wel. Lekker. Dit is dan de luxe koek die ik aan het eten ben. Ik heb hem al ongeveer voor de helft op, maar dit is echt zo'n hele dikke, weet je wel. Dus dit gaat zeker weten mijn ontbijt zijn voor vandaag. En dat is ook echt wel genoeg. Eigenlijk gewoon verwennerij als je zo'n koek in de ochtend kan eten als ontbijt. En de locatie waar we nu zijn, buiten Soos in Zwolle, is wel echt heel erg tof. Check eens eventjes wat voor ruimte dit is, dames en heren. Super nice. Echt super nice. Dus we hebben overal weer borden staan. En op die borden staan gewoon allemaal pijltjes. En op die manier weet je gewoon precies waar je heen moet. En hierachter heb je een zaal. Dat kan ik later wel even laten zien. Maar nu is het al druk genoeg voor alle mensen die mij en Myron gaan ontmoeten straks voor de meet and greet. Dus als ik daar nu heen ga, dan wordt het chaos. Maar daarachter is een hele mooie ruimte en dan heb je de Knolpower stand waar je Knolpower merchandise kan kopen. Maar je hebt ook een Pokémon stand waar je Pokémon kaarten kan kopen. En dat is eigenlijk de perfecte timing voor de nieuwe serie die is uitgekomen. Dus dat is wel hartstikke leuk. Maar hier hebben we dus een prachtig theater. Een prachtige theaterzaal. Super mooie lichten hierboven. Die gaan echt voor prachtige foto's zorgen. En het ziet er gewoon super vet uit, laten we eerlijk zijn. Ik snap wel dat een cabaretier of iemand die optreedt in het theater dit gewoon heel erg vet vindt. En dat je dan echt zo'n gaaf gevoel krijgt van dat deze zaal helemaal vol zit. En dat je dan je optreden kan doen waar je zo lang naar uit hebt gekeken. Dus dat is wel echt super tof. We hebben zoals altijd handtekeningkaart hier. En we hebben natuurlijk gewoon stiften, witte stiften voor de zwarte shirts. Maar ook zwarte stiften voor witte shirts of andere kleurtjes. We hebben hier een meet and greet background. Daar kunnen we voor gaan staan voor de foto. Ja, en voor de rest is alles leuk versierd. We hebben Knolpower ballonnen. Ik heb mijn Crocs trouwens aan voor de comfortabelheid. Kijk eens eventjes. De Knolpower ballon. Ja, dit is wel echt super nice hoor. Ziet er echt super mooi uit. Net als jij. Goedemorgen schatje. Goedemorgen. En je hebt lekker gereden. Echt lekker gereden. Ik moet nog wel een beetje wakker worden. Dat is echt erg.
heel lang geslapen eigenlijk. Maar dat gaat helemaal goed komen. Koffietje erin en dan... Ik krijg straks wel genoeg energie. Ja. Dus outfitje van de dag. Echt super comfortabel. Super relaxed. Knolpower sokjes erbij aan. En check eens eventjes wat voor mooi licht dit is. Dit is echt sick. Dit is echt heel erg nice. Dus ik heb super veel zin in vandaag. We hebben alles ingedeeld in groepen. Het is allemaal echt super goed georganiseerd. Ook bij de vorige meet and greet was dat echt allemaal super nice. Dus dit belooft weer een hele leuke dag te worden, dames en heren. Oké, dames en heren. We gaan even iedereen welkom heten hier in het prachtige Zwolle. Hallo, hallo. Goedemorgen, 3, 2, 1. Goedemorgen! Wie wil er in de vlog? Yeah! Super tof dat jullie allemaal zijn. We hebben hier achter een mooie ruimte waar we elkaar even gaan ontmoeten. Wil je ergens een handtekening op? Wees niet bang om te vragen om ergens een handtekening op te willen. Bijvoorbeeld op een shirt of een petje of wat dan ook. Zoals jullie zien heb je de Knolpower stand. Je hebt de Knolpower stand. Je hebt de Pokémon stand. Shoutout voor iedereen die is gekomen. We gaan er een prachtige dag van maken. En ik heb al heel veel mensen op Instagram berichtjes gekregen. Eindelijk ontmoeten. Gisteren ook tijdens de livestream allemaal mensen die er zin in hadden. Dus dat is helemaal top. Dus wij gaan hier naar de zaal toe. En dan hebben jullie allemaal instructies. En dan weten jullie precies wanneer jullie naar binnen kunnen. En dan gaan we elkaar straks zien. Hebben we er zin in? Ja! Yeah! Oké, okay, Knol! Oké, tot zo! Altijd improvisatie, maar het is altijd leuk. Oké, we hebben lekker muziekje opgezet. De sfeer zit er goed in. En dan gaan we heel veel van jullie ontmoeten, dus let's go! Nog heel even een dansje dan. Wow, sick skill. Breakdance, ja. Oh, muziek is klaar. Dit altijd even. Wow. Yes. Oké, klaar voor? Nou, dat was Pikachu. Oh, Pika. Nou, we hebben een boel mooi versierd hier. Oh, zo leuk. Wauw. Zit er ook wat in? Of gewoon snippers? Ja. Zit er wat in? Ja. Oh, kijk eens even. Een kaartje. Oh, wat lief. Zoeken. Ik heb hem gevonden. Snoepje. Allemaal lollies. Oh, ja. Wow. We gaan deze hier achter zetten en dan gaan we later alles uitzoeken. Goeie? Ja, terug weg naar huis. Misschien zie je net een snoepje of zo. Precies. Ja. Oh, dankjewel. Wat lief. Hey, Piet. Wauw, wat hey, leuk. Hey, ah, wat alternatief leuk. Alternatief voor ons. Oh, wat? Oh, dat is zo lief. Ja, dat is heel tof. Oh, dames en heren. Lijkt er heel erg op, hoor. De Lamborghini Urus. Let's go. En die van Myron? Ja, hier. Gewoon echt Porsche, hoor. Heel nice. Super lief van jullie. Ja hoor. Dames en heren, kijk eens eventjes. Hoppakee, Chondeervlag. Dames en heren, ik had het er nog over, de nieuwe Pokémon serie. Heb je hier al gekocht trouwens? Nee. Oh. Je had hem al gekocht. Ja. Wat goed. Oké, nou daar gaan we. Ik leg die dingen amper open. Ja, dat is wel moeilijk hè. Hier, dan krijg je deze. Ik heb ze al goed voor je gelegd. Maak deze open. Als jij nu goede hebt, zijn ze eigenlijk voor mij hè. Oké, gaan we checken. Zo, Charmeleon. Lur, Squirtle, Charmander. Pikachu, hey, Charmander, de favoriet van Myron, Rattata, Pipitar, ik heb een Snorlax. Oeh, wat heb jij? Ik heb een Eevee. Eevee. En een Moltres. Oeh, Moltres. Nice. Nou, we hebben de Snorlax en de Moltres. Beide holo. Super nice. Ik heb gisteren toevallig kaarten opengemaakt, jij mag deze zoveel hebben. Ja, ik mag niet. Yo, dat is echt een geniaal verhaal. Hij ging pasta eten gisteren en vanochtend deed je het shirt. Daar dacht je, oh shit, er zit nog pasta, ik doe hem gewoon omgekeerd. Ja, ik was ook echt bijna te laat, want ik dacht ook moet snel, want Emilio die belde mij. Ja. En die dacht echt... Dat was bijna te laat voor hier. Ja, want ik woon wel dichtbij, maar ik liep ook helemaal verkeerde parkeerplaats. de deur was op het slot. Ja, ik helemaal oh ja, hier sleutels. En toen deed ik open helemaal en toen ging ik uiteindelijk...
We hebben hier te maken met een Benny 2.0, dames en heren. Erg mooi, dat had ik ook kunnen doen. Oh, zit nog iets op? Oh, binnenste buiten, prima. Ja, ja, super top. Oké, nou, daar gaat hij. Heel goed gedaan, dankjewel. Zo leuk. Kijk, als je niet. Ziet er goed uit. Die van mij ook op jouw kin of niet? Dus dit zit je er wel helemaal onder hoor. Zo, alsjeblieft. Nou dames, op 3, 2, 1. Dames en heren, de eerste groep is geweest. De hele podium daar ligt helemaal onder de partypoppers en de knollen, confetti, noem alles maar op. Maar het was super gezellig, ontzettend leuk gehad. Ik kan jullie nu eventjes laten zien, want we hebben nu heel eventjes een pauzemoment. Daarna komt het tweede deel van de dag. Maar dan kan ik eventjes aan jullie laten zien hoe dit allemaal uitziet. Je hebt hier dus de Pokémon stand. Dus hier kan je allemaal Pokémon kaarten halen van eerdere edities tot dingen die nu uit zijn. Dus allemaal Pokémon stuff. Dus shout-out naar Flashcard. Super tof dat ze dit zo allemaal hebben neergezet. En hier hebben we de hele merchandise kledinglijn van Knolpower. Dus hier kan je van alles halen van Knolpower. Van zwembanden tot ballen tot t-shirts tot petjes tot noem alles maar op. Dus hier hebben we zeg maar een soort van de kantineruimte, de verzamelruimte. Waar iedereen binnenkomt. En dan later gaat iedereen door naar de zaal, naar de meet and greet. Dus dat was echt super tof. Goed succes. De ochtend hebben we gehad. Ook al is het nu 1:05. Dus we zitten eigenlijk al in de middag. En dan hebben we straks nog de middaggroep. En dan hebben we het weer goed voor elkaar. Yes. Nice. Echt super leuk om zoveel van jullie gezien te hebben. En we hebben echt heel veel cadeautjes gekregen. Oh my god. Wij hoeven 3 weken geen boodschappen te doen. Nee, het is echt zoveel chocolaatjes en noem alles maar op. Super lief. Dus heel erg bedankt daarvoor. Dames en heren, het warme eten. Dat is het, hè? Ja, warm eten. Warm eten tussen de middag en koud eten in de avond. Lekker. Dus we hebben hier een kroketje, dat is ook warm eten, met mosterd. Dit is niet al het mosterd wat we opeten trouwens. Maar... En we hebben hier pasta pesto en die pasta pesto ruikt ook op een tijdje lekker heen. Oei, oei, oei. Hoe is dit dan? Brood. Heel brood erbij. Ziet er goed uit hoor. Ik heb een armbandje gekregen, echt super lief van een fan. Ik zeg dat altijd door elkaar. Ik heb armbandjes gekregen, kijk, die heb ik hier dus. En ik heb een ketting gekregen, super lief. Echt hartstikke schattig van een meisje. We gaan lekker pasta pesto eten. Ik kom van Italië en blijf gewoon Italiaans door eten. Zo. Oh, oh. Oh. Hoi, joh. Vind je het leuk, hè? Ja, dat vind ik zo lekker. Alsof voor je knokkels, gek. Sorry. Nee, meer mijn nagels, want je moet zo'n vuist maken. Dan zit je nagels zo. Wil je ook even? Ciao. Succes. Dankjewel. Hey, dankjewel. Ciao. Nou, daar gaan we, dames en heren. De tweede lading. We zijn dus in theater Buitensoos. Buitensoos. In Zwolle. Oh, ik ben vol van het eten. Dat was jij. Oh, ik zit echt vol van het eten. Ik ook. Ga maar even lekker plassen. Ik denk dat het nog handiger is. Ja. Wow, Marjan. Kijk deze vloer. Ja, wow. Dit wordt ons vloer in de woning. Dit is wel mooi, hè? Ja, nice. Zou ik zeggen handen omhoog? Nee. Ik zou wel die sirene gewoon doen. Zeg me. Hey. Je hoorde hey, iemand. Hey. Het wordt wel stil, ja. Ja, er komt straks iemand hier. Ja. Oké, kom maar gaan. Ik durf niet. Zal ik heel erg de camera zo buiten het gordijn doen? Ja, doe maar alleen de camera buiten het gordijn. Zag je wat? Oké, daar gaan we. Hey! Jullie horen het alarm al. Ja. Hallo allemaal, goedemiddag. Top dat jullie er zijn. Mijn naam is Enzo. Goedemiddag. Dit is Marjan. En
super tof dat jullie allemaal zijn. We zijn nu eventjes hier in de chillruimte voordat we naar de theaterruimte daar gaan. De bedoeling is als volgt, we gaan elkaar straks daar ontmoeten. Superleuk. Tof dat jullie er allemaal zijn, dankjewel daarvoor. Als je ergens een handtekening op wil, laat het vooral weten. Zetten wij even een handtekening. Marjo kan een handtekening zetten, ik kan een handtekening zetten. We gaan even een mooi fotootje maken. Hebben we er een beetje zin in? Ja! Yeah! Kan ik een knol? Ja. Nog een keer, knol! Toppie! High five! Zo, daar zijn we weer. Lekker muziekje aan. Oh, hier is lekker cool. Ja, beter. Dat probeerde je de vorige keer ook al, hè? Oké, dan gaan we weer beginnen. Zoals ik al had laten weten, het is hier al aardig een bende. Ja, partypoppers, dat krijg je ervan. Kijk dan. Veel partypoppers. Als je partypopper nodig hebt, knolpower.nl, dames en heren. Alleen maar partypoppers. Oké, de eerste komen al binnen. We gaan even de stiften erbij pakken voor de handtekeningen. Dan gaan we beginnen aan de tweede ronde. Ik kan het niet zo goed, hè? Kan jij beter? Het is niet zo goed meer, hè? Laat jij eens zien. Ja! En lachen, hè? Niet je handen zo. Ja, dit is super, dit is gaaf. Zo, dames en heren, dat was hem voor vandaag in Zwolle. Het is op dit moment 4 uur, dus de vlog staat online. Wow. Dus dat is ideaal. Nice. Dus het was fantastisch. Shout-out naar iedereen die er was. Nogmaals, dankjewel voor de lieve cadeautjes. En dan gaan we er nu vandoor. En we zouden eigenlijk eerst thuis gaan slapen, maar we kregen een superleuk aanbod van Luke en Kika. Dus we gaan naar Denenkamp. Yes. Yep. Gaan we jullie straks laten zien. Zo, ik heb bijna de hele reis geslapen. En ik zeg reis, omdat het toch wel even een uur en een kwartiertje rijden was. En dat is eigenlijk verder weg dan ons eigen huis. En dat hadden we verkeerd ingeschat of zo. Ik snap het niet helemaal meer. Ja, wij dachten dat het 3 kwartier rijden was. Maar ja. Was het niet. Maar het is een half uur langer rijden bijna dan naar ons eigen huis. Dus dat was misschien niet heel erg slim, maar ik zie wel een dikke chandeer. Dus het is zo, wel helemaal goed. Inderdaad. Dus we zijn aangekomen. Shout-out naar Maiwen hoor. Die heeft de hele reis gereden. Ja, maar alleen maar 80 meter. Oh, zo, dat duurde echt niet kapot lang. Goed, laten we lekker even wat gaan drinken ook. Dat is wel een goeie, een beetje weinig gedronken vandaag. Maar we zijn bij Papillon, bij een camping dus van Luke en Kika. Die hebben ook 1 camping in Nederland. En goeiedag. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Welkom. Oh, dankjewel. Hello. Zo, kijk dan. Camperplekjes hier zo. Hoppa. Leuk. We gaan... Oh, dat is vet. Wow, dat is echt vet. Dat is geniaal. Gewoon met een auto. Heel leuk. Ja, maar het is druk hier. Hey. Ongelooflijk. Het is weekend natuurlijk. En de vakanties beginnen bijna. En ik weet van vroeger nog wel dat vlak voor de vakanties... Dan ging mijn moeder ook altijd de caravan al op de camping zetten. Ja. Yeah. En dan gingen we in de weekenden al daarheen. Dus dat doen deze mensen denk ik ook. Gewoon alvast de vakantie een beetje in... Inwijden of inluiden, hoe zeg je dat? Ja, ik zit te twijfelen. Inleiden. Inluiden, geloof ik. Inluiden. Ja, volgens mij is dat het. Maar er is genoeg tentjes en campingplekken en dergelijke. Alleen wij hebben een andere plek aangewezen gekregen dan een stukje gras waar je dus lekker je tentje zoals hier kan neerzetten. Ook al is dat ook wel echt super gezellig hoor. Zo lekker je tentje. Veel Duitsers ook, zie ik. Deutsches. Het zit natuurlijk op de grens. Dat is op zich logisch. We zijn heel dicht bij Duitsland. Ja, dan ben je snel. Ja. Er werd ons verteld van, nou, als jullie morgen in de ochtend weer vroeg weg moeten, dan neem de auto maar mee. En dan fiets ik wel voor. En, want anders dan is het wel heel erg ver lopen met alle tassen. En dan kan je de auto mooi naast je plek neerzetten. En dan kan je morgenochtend weer zo vandoor. Ook al is hier ook gewoon een parkeerplek, dus zie ik. Dus dat is echt perfect. Ja. Hier zetten we de auto neer. Oh, dan gaan we even kijken. Dat ziet er wel mooi uit, zeg. Het ziet er echt super mooi uit. Fantastisch. We hebben de sleutel gekregen en ik zie nu al dat we hier echt fantastisch gaan zitten en gaan opladen voor morgen. Oké, we hebben de auto neergezet op de parkeerplek en hier heb je dus een hot tub. Echt zo ontzettend relaxed. En dan hebben we hier een zakje met hout. Dus kunnen we deze gewoon even open doen. Kunnen we even houtje opgooien. Die staat ook al gewoon aan. Het water is dan ook echt op een hele lekkere temperatuur. Ja, hij is nu echt te warm. Hij is nu 44 graden. Wow, 44. Ja, dus we beginnen
geen blokje hout meer op. Nee. Dat kan wel snel afkoelen, hè? Ja, zeker. En vanavond koelt het ook wel af. Maar dit laten we zo eventjes lekker voor wat het is nu. Maar dit is wel echt fantastisch. Dit is sick. En je hebt hier dus, ja, Marjon en ik zagen dit en zeiden, oh, dat is gaaf, een tipi tent. En toen zei ze, nou, heeft een andere naam dan een tipi tent. Heeft namelijk deze naam. Het is echt een hele luxe tent. Dus we gaan eventjes jullie een rondleiding geven binnen. Maar ik wil ook even jullie het plekje hier laten zien. Want check even hoe dit eruit ziet. Je kan dus serieus, want hier zitten dus karpers in. Dus je kan gewoon vanuit je balkonnetje, kan je gewoon een hengeltje hier erin gooien. En kan je gewoon vissen. En toen ik hier aankwam, toen dacht ik, wat zonde. Niemand is aan het vissen. En toen keek ik nog eens eventjes goed hier omheen. En toen zag ik daar een caravan met een vishengel op het houten hekje. En toen zag ik hier tegenover ons twee hengels. Toen zag ik daar een hengel. Daar nog een hengel. Dus dat zijn er al 5. En toen keek ik verder. Toen zag ik nog een hengel 6. En toen zag ik daar nog een hengel 7. Dus er zijn ook zeker wel veel mensen hier aan het vissen. Als het goed is, hebben ze bij het winkeltje hier ook vishengels. Dus we gaan straks heel even kijken of we een simpel vishengeltje kunnen halen. En het zou echt legendarisch zijn als we nog wat gaan vangen. Maar goed, we komen hier om even te relaxen. Lekker te genieten van het zonnetje die nu nog is. En dan zitten we hier op deze plek. Kijk dan hoe gaaf. Dit wordt wel echt heel erg tof. We gaan jullie even een rondleiding geven. We zijn zelf ook nog niet binnen geweest. We hebben net dus even de sleutel gekregen en even te horen gekregen tot hoe laat we kunnen eten en alles. Vlieg, naar buiten. Ja, ging naar buiten. Hey, hij zit hier. Ja, hij is weg. Ja, anders heb je vannacht eten zo. Ja, dat is waar. Wow, dit is zo schattig. Dit is leuk. Dit is gewoon een tafel, maar je hebt ook gewoon meteen een inductieplaat met een... Gewoon een kookeiland. Kraantje erbij. Ja, gewoon een kookeiland. Ja. Op zo'n mooie tafel. Je hebt hier een bankje, magnetronnetje, koffiezetapparaat. Wow. Mooi trapje naar boven. Maar laten we eerst beneden eventjes checken. Ja, dit is toch geniaal. Hier hou ik zoveel van. Dit is echt super gezellig. En dat hout ruikt zo lekker. Echt sauna lucht hier, hè? Dus we hebben hier een badkamertje. Dus we hebben hier een douche. En we hebben hier een toilet. En een wastafel. Hallo. En dan hebben we hier de slaapkamer. What? Oh, boven is ook een slaapkamer. Ja. Dus hier heb je dan 2 eenpersoonsbedden. En dan gaan we eventjes het trapje omhoog. Ja. En dan gaan we daar eens even verder kijken. Dit ligt van boven, ja. Kijk eens. Wow, we gaan allebei op een eigen bedje slapen, schat. Echt? Ja. Kijk, hier hebben we ook 2 eenpersoonsbedden. Ik ga beneden liggen, hierboven is veel te warm. Het is warm hoor, hierboven. Ja, doen we toch beneden? Ja, ik denk dat beneden slapen serieus chiller is, maar dit is wel super gezellig. Maar er is een airco hier, dus we kunnen gewoon kouder zetten. Ja, klopt. Doet hij ook? Ja. Schatje. Wat doe je nou? Ja, ik stoot mijn hoofd. Draaien zo, dat helpt altijd, heb ik het idee. Zo, op de plek draaien. Oké, hierboven gaan we niet slapen. Het brengt ongeluk. Nee, boven is wel echt chill en het is super gezellig. Omdat je juist... Ja, zo mag je nooit een trap aflopen trouwens. Je moet altijd zo naar achter en dan de reling vasthouden. Yes. Marjon staat we vliegen dood te slaan. Oh, we hebben hier een koelkastje. Ja. Kijk eens. Oh, er zit al wat lekkers in. Super hoor, echt hartstikke leuk. Ja. Echt heel erg leuk. Dit is top. Heel erg nice. Nou, ik ga meteen even gebruik maken van het toilet. Daar is nog een vlieg. Doe dat eens eventjes. Dan ga ik hier even liggen. Kijken of mijn hoofd hier niet stoot. Hoppa! Oh, heerlijk. Hoi, hoi, hoi. Wow, dit is zo leuk. Oké, ik ga niet te lang blijven liggen. Want anders dan val ik echt in slaap. Dat gaan we bewaren voor vanavond. Maar dit is wel echt super leuk hoor. Dit is echt nice. Oké, dan gaan we eens eventjes de spullen uit de auto halen. En dan gaan we eventjes helemaal naar voren. Dan gaan we daar eventjes naar het winkeltje. Weet je wat ik zo schattig vind? Nou. Als ik dan zo naar de overkant kijk, dan zie ik zo die 2 lieve mensen zo lekker zo avondeten. Ja, allebei hè? Ja, dan vind ik dat zo lief. Dan denk ik zo van ja, dat wil ik later ook. Zo lekker met de caravan en een voortent en dan... Zo lekker in die voortent, zo lekker eten. Zitten wij zo lekker clever te spelen. Wow, ja, we gaan clever spelen straks. We hebben die nieuwe gekregen. Oh, die hebben we niet mee. Oh, ik heb het niet. Ik dacht ook, yes, nee. Ja. Ja, we hebben een nieuwe gekregen. Ja, we hebben een hele nieuwe versie gekregen van clever. En die hadden we echt nog niet. Derde tot de macht. De derde macht, ja. Ja, wow, daar had ik zoveel zin in. We hebben, die andere is ook nog vrij nieuw voor die ons. Die heb ik ook meegenomen. En ik heb ook bevenbenden meegenomen.
Superleuk, dus dat gaan we spelen. En dan ondertussen die vishengel hier. Ik zie het al helemaal voor me. Komt goed. We gaan even kijken wat we gaan avondeten. Iets van een salade of zo. Ja, gewoon voor de voorafjes. Ja, gewoon een simpel iets. Ja. Geen avondeten, maar gewoon een simpel iets. Als ze Italiaans hebben, dan doen we een bruschetta. Gaan we doen. En morgen, dat wordt echt legendarisch. Morgen gaan we waarschijnlijk als lunch boerenkool eten. Ja. Of hutspot, wat was het? Nee, boerenkool. Boerenkool. Ja. Dus dat is wel echt geniaal. Oké, okay. Ik zie echt alleen maar kringen hier in het water. Dus er is echt genoeg vis. En ook vooral hiervoor. Dus, Maar heeft die vis ook honger? Ja, dat is de vraag. Nou, het is nog geen avondeten. Ja, ongeveer. Ja. Voor Nederland is het avondetenstijd. Ja. 17:15. Klopt. Oké, we gaan naar het winkeltje. Yes. Oké, we zijn hier in het winkeltje. En ik heb de afdeling visserij al gevonden hier. Dus het gaat sowieso goed komen. We hebben hier een vaste stok, een vaste vishengelstok. En we hebben hier zo'n hele simpele, goedkope vishengel, zo'n werphengel. Maar dat kan wel genoeg zijn. Ik ga even nadenken welke ik ga halen. Of deze werpen of die vaste stok. Ik ga er even over nadenken. Maar ze hebben hier van alles in ieder geval. Spelletjes, hier lekker... Een bakkerafdeling, snoepjes, ijsjes, chippies voor vanavond, voor bij het spelletje. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar we gaan eerst even eten. Oké, dames en heren. Prachtig plekje, lekker nog in de zon. Super warm. En we hebben zojuist het eten hier en we gaan alles delen. En we hebben eigenlijk voorgerechten besteld. Dus we hebben caprese besteld, we hebben broodjes besteld en we hebben... nog meer bruschetta en nog een ander broodje. Dit is wat we gaan eten vanavond. Lekker. Lekkere voorgerechtjes. En we zijn in de tussentijd natuurlijk spelletje aan het spelen. Superleuk. En je hebt hier echt een sick zwembad trouwens naast zitten. In een kas. Dus dit is echt heel erg sick. Sowieso echt een super plek dit. Het is echt heel erg mooi hier. Wat een verwennerij dat we hier mogen blijven voor een nachtje van Luke en Kika. Dat is echt top. Oké, dit wordt heel interessant. Dit wordt heel interessant. De overbuurman heeft echt een stok van 8 meter of zo. Die is echt professioneel visser. Oké, let op wat ik heb gekocht. Dames en heren, aanschouw de 3 meter lange stok van AliExpress. Yes. Pom pom pom. Fishing pole. Fishing pole 3 meter. Ja. Kom nog maar net bij het water. Kijk even. Hé, hey, maar vishengel is toch een rot? Zie je dat? Je ziet wel kringen inderdaad. Je ziet geen kringen. Je ziet gewoon gevechten. Ja, je ziet gewoon dikke vissen, dikke karper. Zo, kijk dit dan. We hebben een lekker koffietje meegenomen. We hebben tiramisu meegenomen. Zo, lekker hoor. Jeetje, wat een verwennerij. Ja, we worden goed verwend lekker hier. Lekker chippy, wat drinken. Ja, is echt nice. En dan ik straks nog even in de hot tub. Ik zal wel in alle eerlijkheid zeggen, we zijn een beetje gevlucht van het restaurant. We hebben dit snel meegenomen en gevraagd van, mogen het toetje misschien meenemen bij de hut? Want het werd de een beetje... Hut. Ja, onze tipi tent. Onze tipi tent. Bij de hut. Want het werd een beetje te druk met kids. En we zijn al heel veel vandaag op de foto geweest. Dus we willen nu eventjes even relaxen. Maar voor kinderen is deze camping wel echt perfect. Er zijn zoveel kinderen en zoveel leuke dingen. Er was nu ook een mini disco en alles. Dat was ook een beetje het gevaar dat wij dachten van... Is het wel handig om hier in het weekend heen te gaan? Ja. Maar superleuk hoor. We hebben tientallen foto's gemaakt. En, we zitten hier heel rustig, dat scheelt. Ja, we zitten nu lekker afgelegen. Dus dit is echt heerlijk. Oké, ik ben echt benieuwd. Daar, die man is nu ook fanatiek aan het vissen. Ja, het is wel in de avond. Ze zeggen wel altijd dat het beste is, toch? Voor karpers. Of s'nachts. Nou, kijk, weet je wat het is? Misschien moeten we gewoon vannacht hier blijven zitten, schat. Ja, en dan morgen met wallen tot hier aankomen. Ja, dan vragen ze, waarom zijn jullie zo moe? Ja, we hebben gevist vannacht. Ja. Nachtvissen. Ja, vissen must go on. Hier, kijk, lang genoeg, joh. Hoppa, kijk eens. Leuk, man. Ik ga vissen voor jou vangen. Ik ga hem naar jou vernoemen. Oké. Okay. Nou, wil jij maar lekker tiramisu'tje eten? Ja, lekker. Dan ga ik dit even in elkaar knutselen. Doe maar even. Het is echt een hele zieke plek, hè. Dat je gewoon hier kan zitten en kan vissen. Hoe dan? Voel jij je ook schuldig als jij wel meteen wat vangt? Nee. Vind je die man niet lief daar? Jawel. Ja, het is echt een hele lieve man. Ja. En daarnaast zitten ook buren. Die zitten niet te vissen. Maar die andere man, die zit gewoon voor zich uit te staren. En die vrouw, die zit te breien. Ja. Hoe schattig. Hoe leuk. Aanschouw mijn akinator. Met croissant. Wow, maar hij komt toch nooit op de bodem nu, dat aas? Hij hoeft ook niet op de bodem. Nee? Nee. Ik ben zo benieuwd of ik dat ga vangen. Ik heb er geen croissant trouwens, ik heb een klein stukje bruinbrood. Oh, je moet die hengel gewoon neerleggen. Gewoon wachten tot er iets gaat gebeuren, denk ik. Dat is karpervissen. Nee, maar ik ga niet voor karper. Er zit alleen maar karper hier in de vijver. Nee, volgens mij ook brazen. Ja, misschien moet je wat voeren inderdaad daar. Slim. Ja, en dan gaan we gewoon zitten. Dan moet jij die dobber maar in de gaten houden. Ik moet hem hier zo leggen zo. Of hier tussendoor. Kijk.
perfect. Nou, nu wachten. Tiramisu eten. Lekker man. Kun je nu je dobbel wel zien, meneer de Visser? Ja. Nee. We gaan verder daar zitten. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Genieten. Oh, ik kijk moeilijk volgens mij. Lekker tiramisu'tje hier. Een mier. Au. Ja, ik hielp je. Sorry, ik hielp je echt. Niet zo hard, man. Sorry, ja, die mier was heel agressief. Oké. Okay. Je hebt hier nog steeds een beetje chocola van de tiramisu. Maar dit is genieten zo, hè? Heerlijk. Ongelooflijk. Kijk ons eens eventjes leven, dames en heren. Jeetje, Mina. Het gaat helemaal goed met het vissen hier. Ik heb nog niks gevangen, dus helemaal top. En hier hebben we de hot tub. Hier gaan we straks in. Oh, dit wordt genieten. Hoe warm is het nu? 40 graden. Wow, ik denk dat het perfect is. Kijk, deze hebben we klaar liggen hier. Dat is een stuk brood. Ja. Kijk, dat hangt er zo mooi aan. Zie je dat? Fantastisch. Dus die leg ik hier neer. En dan gooi ik dit nu in het water. Kijk, en nu ben ik er als de lippen bij. Als de lippen? Ja, hoe zeg je dat? Als de vissen bij. Als de vissen bij. Daar op naar de overkant was een hele dikke. Ze moeten eerst even dit vis... Dit vinden. Dit vinden. Die, dat brood. Shh. Die boze blik ook meteen. Ik zal hem er gewoon tussen leggen hoor. Nee, nee, pas als je eentje ziet leg je hem er tussen. Het gaat heel lang duren denk ik. Misschien vinden ze Maltesers lekker. Kunnen we proberen. Schat. Zullen ze dat horen? Tuurlijk. En zo. Die dan? Oké, leg hem er maar tussen. Dan wachten we dan af, ja? Nee, zo werkt dat niet. We zitten dus nu te wachten tot er eentje bij komt. En daarna moeten we nog wachten tot het jouwe gepakt wordt. Ja, maar als ze eenmaal happen, dan happen ze. Ja, dan gaan we weer filmen als ze happen, ja? Ja. We hebben hele grote vissen geconstateerd. Ja, hele grote. Als we die eraan krijgen, dan breekt de hengel. Nee. Ja. Ik kwam naar de vis langs en die pakte alles. Alle 7 stukken brood die ik weer in had gemieterd. En de mijne ook, maar de haak zat er niet meer in, blijkbaar. Holy shit. Ja, ja, ja. Gast. Fuck. Dat was te laat. Ja, ik keek naar jou. Ik keek naar jou, schat. Je ziet er zo goed uit. Die dobbel ging naar beneden. Hij zonk gewoon helemaal. Hij had hem. Ziek, hè? Ja, jongen. Het is echt gewoon een kwestie van geduld. En een kwestie van niet naar jou kijken. Ik kijk nu weer naar mij, hè? Blijf naar die dobbel kijken. Ja. Verdomme. Ze pakken mijn broodjes. Hoe kan dit nou? Ik zeg toch harder aanslaan. Zal ik nu één keer ja. aanslaan? Ja, maar kijk die mier. Ja, dobbel. Maar waarom sta je daar ook nog? Ah, verdomme. Ik heb een vis, ik heb een vis. Schat, ik heb een vis. Oh, ik val. Schat, hij is eraf! Ik word gewoon uitgelachen op de camping. Die mensen daar hebben vermaak, jongen. Ik had hem even beter. Ik weet het, schat. Die trok omhoog. Dat is het beste. Dat is hem, hè. Die mieren. Yo, dit is het meest bizarre visavontuur ever. Ik heb nog nooit zoveel beet gehad, terwijl er van... alles tegelijk gebeurde. Ik ben helemaal in de war. Ik word uitgelachen door de overkant, door mijn vriendin. Er gebeurt van alles tegelijk. Ik word gebeten door rode mieren. Ik word bestormd door normale mieren. Ik sta in een mierennest. Insecten kruipen overal plekken waar ik niet wil dat ze kruipen. Ik dacht dat we hier voor onze rust kwamen. Oei, oei, oei. Hele circusshow hier. Nou, het vismoment is denk ik geweest. We hebben allemaal onze lol gehad. Vooral Marvin en de mensen hier tegenover. Ja. Ik ga het zwembroekje aandoen. We kunnen natuurlijk het aanbod... hot tub die al klaar was gezet, niet afstaan. Dus we doen even een zwembroekje aan. Jij hebt je bikini. Yes. Dan gaan we heerlijk even ballen. Yes. Lekker. Dat wordt wel fijn. Hè? En dan daarna nog even koud douchen. Voelt wel een beetje gek. Koud douchen ga ik niet meer doen. Nee? Nee, 1 keer per dag. Oh, ik ga daarna wel even afspoelen en dat moet dan koud. Dat is zeker waar. Ja. Ja, we moeten nog even een beetje onze weg vinden. Oh mijn god. Nee, schat. Nee, je moet erin. Je moet erin. Je moet erin. Oh mijn god. Mijn hengel is weg. Schat, er zwemt een vis met mijn hengel. Oh mijn god. Ja, je moet erin. Die vis moeten we... En zo knol. Mijn hengel is gejat door een vis. Dit heb ik nog nooit gehad. Schat, daar ligt de hengel. Nee, je moet hem pakken.
Je moet zwemmen in die vijver. Oh mijn god. Je moet zwemmen. Ik doe zwemboek aan. Ja, je moet je hengel gaan halen. Echt, serieus. En zo. Wij gaan heel even naar binnen. Wij gaan 5 seconden naar binnen. Ja, hou je slip en hou je crocs aan. Ja, dat is goed. Voor de bodem. Maar je moet helemaal daarheen nu, inderdaad. Wow. Mijn broek trakt af. Ja, hier ergens. Ja, hij is hier. Hallo, sorry, kan ik heel even hier mijn hengel pakken? Oké, super, dank u wel. Ja, de vis heeft hem. Ik ging 5 seconden naar binnen en die vis ging er vandoor met mijn hengel. Dus er zit waarschijnlijk een vis aan. Ja, zwemmen, schat. Ja, Enzo, hij gaat weg. Hij schrikt van jou. Spring! Ga, ga. Nee, ga. Zwem, zwem, zwem. Ja, je hebt hem. Ik heb beet. Ja, je hebt beet. Ik heb beet. Ik heb beet. Ik heb visbeet. Ja, pak hem. Wow. Ik denk een hele dikke. Kom hier. Ik heb hem hier. Oh. Nee, hij is eraf. Echt? Hij is los. Oh, maar ben ik wel blij om, eerlijk gezegd. Verdomme. Oh, oh je had gewoon nog beet. Ik had beet. Ik had beet terwijl hij hier was. Oei, oei, oei. Ja, gelukkig heb je crocs aan. Dan kan je makkelijker hier... Wat een spannend avontuur. Ja. Het is wel een beetje lekker water, hoor. We wilden ja. Net de hot tub binnen in één keer. Is het lekker water? Ja, het is super. Ik kom er alleen niet meer uit. Doe hier. Goed. Ja, waarom ga je mij roepen? Ja, omdat je het eng vindt. Kom, ik pak die hengel, dan kan ik je eruit trekken. Ik hou helemaal niet van water. Geef die hengel aan mij. Enzo. Wacht even. Doe die hengel aan mij. Ja. Pas op, die haak zit hier. Nee, jij kan toch vasthouden die achterkant? Dan kan ik je eruit trekken. Nee, die hengel is niet zo sterk. Oh, verdomme, brandnetel. Nee, dat is echt geen brand. Ja, dat zijn prikkels. Ja. Kom, pak die hengel. Dat kan niet, schat. Wacht, schat. Op 3, 2, 1. Oké, wacht. Ik pak hem even goed vast. 3, 2, 1. Nou, iedereen heeft hier vermaak met jou, hoor. Schat, schat. Ja, wat? Hier, pak hem. Ja, ik ben er. Oei, oei, oei. Sorry hoor. Lekker, ja. Ja, lekker. Oh, ik heb nog nooit een vis zo beet gehad. Oh, kom, we gaan. Ja. Ja. Kom, we gaan de hot tub in. Fijne avond. Fijne avond. Oké, okay, dames en heren, dit is een supergoeie les. Als je aan het vissen bent, zelfs met zo'n goedkope, simpele hengel, laat nooit je hengel in de steek. Nee. Nou, 5 seconden is echt, we waren langer weg dan 5 seconden. Maar 30 seconden is misschien meer accuraat. Ja, ik liep naar binnen en die hengel ging er vandoor. Dat was niet normaal. Ja. Ik zag namelijk kringen, ik ren naar buiten. Hengel weg. Maar ik ben blij dat we hem hebben. Het was leuk geweest als je de vis nog even had kunnen laten zien. Maar ja. Misschien later nog. Helaas, even. We gaan nu even lekker in de hot tub. Ja. Oei, oei, oei. Ik laat mijn hengel even liggen hoor. Maar dit, dames en heren, jeetje. Gewoon zo'n hot tub. Eventjes hier. Ik ga gewoon met mijn crocs en al erin. Nee. Ja, ik moet schoonmaken. Zo. Yep. Ja, gast. Er komt toch ook allemaal zand. Oh mijn god, ja, dit was niet slim. Nee, doe uit. Oh, dan sorry. Kan je beter later doen. Oh, sorry, schat. Niet oké. Okay. Schat, sorry. Je moet schoonmaken. Ja, de onderkant, dat vergat ik natuurlijk helemaal. Ik dacht, ik moet even schoonspoelen. Maar ik wist niet dat er zoveel shit af zou komen. Oh, verdomme. Kijk, dit is beter. Oh, lekker, hè? Lekker. Oh, heet, man. Nee. Ja, ik ben net in het water geweest. Dat was een heel andere temperatuur. Ja. Was het echt koud of was het gewoon slootwater? Ja, het was gewoon een beetje... Wow, sorry, dat was een hele dikke scheep. Nee, dat was mijn zwembroek, ja. Oh, ik vind dit zo fijn, zo'n hotte. Schat, jou op. Genieten met al die lekkere stukjes. Nou, dit lijkt nu echt gewoon alsof het water vandaar is. Komt-ie. Het is allemaal van mijn zwembroek. Ken je die ene scène van Shrek? Dat hij dan zo scheten gaat laten dat er dan bubbels komt? Schat, dat is jouw hengel. Oh, joh. Ja, is maar goed. Kom eruit. Ja, dat was mijn stukje brood. Die vissen zijn lijp. Ja, zie je al die cirkels weer? Jij wil weer vissen, hè? Ja, eigenlijk wel, schat. Oh, ga maar. Ik zit hier lekker. Ga jij maar lekker vissen? Nee, maar is even romantisch dit. Oh, boeien. Ah, joh. Ik geniet hier wel. Kijk, ik kan gewoon zo naar jou kijken als jij aan het vissen bent. Ja, boh, dat zou ik wel heel leuk vinden. Tuurlijk. Ga je zo naar me kijken? Ja, ga je doen.
Nee, maar ik wil even leuk gezellig zijn met jou. Oh, ik had echt even mijn net moeten pakken uit de auto. Ja, dan had je deze net gehad. Ja. Net. Ik was te gretig. Ik dacht, ik doe gewoon met de hengel trekken en dan met de lijn. En dan heb ik hem, maar ik was te gretig. Ik had gewoon moeten wachten. Ik had hem gewoon aan moeten houden. Oh, maar wel bizar, hè? Dat die vis eigenlijk meteen helemaal daarin zwom. Helemaal naar het einde. Naar zijn spanplek. Ja, hij dacht, ik moet terugspannen. Hij dacht, ik moet meteen naar mijn spanplek. Oké, dames en heren, wat maken we allemaal weer mee? Zo fijn dit. Oei. Oké. Het is wel fijn als je heel even naar buiten gaat. Ik kom daarna weer in. Dus... Ja, dat sowieso. Maar vind je het echt niet erg? Nee, maar niet weer met die krok erin. Je kan, misschien kun je hem hier zo neerleggen zo. Nee, maar dan is hij niet lang genoeg. Ja, hij ligt daar toch nu ook zo. Dan kan hij hier ook zo liggen. Ja, maar die vissen die zitten ongeveer halverwege en niet hier voor het randje. Oh. Maar kom wel goed, ik probeer wel even wat. Hey, kroks. Komt goed, ja? Ik ga hem uitgooien, mensen. 1, 2. Hoppa. Ik heb hem uitgegooid. Ja, ze zijn weer helemaal lijp. Ik ken mensen en die gaan gewoon een heel weekend nacht vissen op karpers. En die vangen helemaal niks. Nou, wij zijn hier. Dus ik heb al 8 keer beet gehad. Nou, 8 keer misgeslagen en 1 keer beet gehad, laat ik het zo zeggen. En de keer dat ik beet had... Oh, ik heb 2 keer beet gehad. Oh, lijp. Wow, dat scheelt er niet veel. Ik ga een vis vangen, die vernoem ik naar jou, ja? Ja. Hier, er zit gewoon hier een mier. Echt ziek hoor, die mieren komen overal. Oké, okay, ik heb nu een beetje rechts gevist. Ik ga nu weer een beetje naar links staan. Kijk of daar wat meer actie is. Het kan zijn dat dit een wordt, mensen. Ik weet niet zeker. Ik heb hem precies gegooid op de plek waar hij net de hele tijd aan het eten was. Oh mijn god, zien jullie dat? Kijk dan. Ja, hij komt richting mijn broodje. Meer naar links, alsjeblieft. Ja. Oh mijn god. Ja, hij gaat nu naar mij naartoe. Er ligt nu nog maar 1 broodje en dat is de mijne. Als je die niet pakt, dan ben je echt spelbreker. Oh my god. Er lopen ondertussen weer 50 mieren op mij. Ja. Ah, nee, hij ging weg. Wat doet hij? Hij zwom heel even door de lijn heen. Ik heb hem. Holy moly. Ik kom er even aan. Oh, hij is eraf. Echt? Ja. Oh. Hij is eraf. Nou, snel weer verder. Ja, snel. Nieuwe. Bijna! Wat een spanning, dames en heren. Oh mijn god. Oh mijn god. Niet bewegen. Nee. Ja, gooi hem. Ze zijn er nog. Je dobber was wel weg. Ja, daarom is die hengel ook gewoon niet goed genoeg, joh. Elke keer als ik denk, het is klaar nu. Ik ga weer in de hot tub bij Myron. Dan is er weer actie. Elke keer, is bizar. Ja. Oh mijn god. Oh. Ja, dit is het teken. Ja, nu ben je alles kwijt. Kijk, alles eraf, de dobbel ligt daar. Het was zo'n grote. Ja, ik denk dat dit de grootste vis van de vijver was. Ja, dit is het teken om te stoppen, schat. Alles eraf, de dobbel ligt daar. Holy shit, die vissen zijn sterk hier. Ja. De volgende keer komen we met zwaar geschut. Ja, jullie. Pas maar op. Komt goed. Ja, het is echt een teken om te stoppen. Zij zijn er ook klaar mee. Ja, het is gedaan, dames en heren. Nou, gooi dit brood allemaal in het water. Dan hebben ze nog wat lekkers te smikkelen. Kijk eens aan. Deze Precies. Even in stukjes. Hier zit ook gewoon weer een mier op. Dat is niet normaal. Maar die lusten ze ook wel, denk ik. Ja, die hengel was wel grappig. Ja, geniaal. Je hebt je vermaak wel gehad. Ja, zeker weten. Nou, ik ga nu alles erin gooien. En dan, Marvin is echt net uit hotte. Ja. En ik zei tegen Marvin, er gebeurt helemaal niks meer. Ik denk dat ik... Alweer. Ja. Dat is echt bizar de hele tijd als ik dat Heel zeg. Leuk. Dus ja, dit is eigenlijk perfecte avondbesteding. Alleen nu zijn we best wel moe van vandaag. Dus we gaan gewoon nu even lekker chillen, toch? Ja, maar we gaan wel een keertje, een andere keer terug naar Papillon. Ja, echt in, leuk. Ik was geen Denemarken, maar in Denenkamp. Ja. En dan gaan we wel een keertje heen. Gewoon de hele dag lekker vissen, barbecuen, lekker eten. Ja. En dan neem ik sowieso even goede karperspullen mee. Want ja, nu had ik het gewoon niet meegenomen omdat we een meet and greet weekend hadden. Ja, en misschien niet een viscoach. Ja, en misschien kan ik Daniel meenemen als hij kan dat weekend. Dat is ook leuk. Of door de week een keertje. Hier, kijk dan. Ja, ze komen erbij, joh. Hier allemaal. Hier. Zoveel. Kijk dan, dat is toch absurd. Hier is het niet normaal, kijk dan. Dat is toch lijf. Ja. Kijk dan. Ik denk alleen wel dat die man in de verte het niet zo leuk vindt dat jij hier voert. Dan komt iedereen alleen maar hierheen. Ja, nou ja, bij hem zit er ook de hele tijd te vissen. Oh. Serieus.
Oh, hoor daar ook de hele tijd klets, klets. Oh, oké. Okay. Dus overal hier zo, joh. Er zitten hier volgens mij zoveel karpers in. Het valt op zich best mee hoe groot het is. Kijk dan, alle broodjes zijn nu al bijna weg. Ja, dat is lijp. Dus we gaan nog even lekker chillen. Even relaxen is ook misschien wel goed. Ik heb de hele tijd schuin gestaan. Mijn hele krok is vies. Je touwtje is ook uit je broek bijna. Okay. Oh ja, die is al weg. Ja. Moet ik even terughalen. Maar dit was wel echt fantastisch hoor. Dit was wel echt geniaal. Nou, leuk schat. En echt lief dat jij me even mijn gang laat gaan terwijl je in de hot tub zit. Tuurlijk. Ik heb lekker genoten. Ja, ik had vermaak. Nou, helemaal top dit. Gaan we en het is gewoon bijna 10 uur. Nog steeds niet donker hè? Ja, en niet koud. Nee. Mijn hele zwembroek is nat. Ik ben gewoon in dit water geweest. Ja. In de hot tub heel eventjes dus. Heel nice. En voor de rest gewoon helemaal... Ik kan er niet tegen. Ik heb geen hengel meer. Ik ga naar binnen. Ik ben er klaar mee. Oké. Hier liggen we dan, dames en heren, ondertussen lekker in ons bedje. We hebben een filmpje gekeken en we gaan nu lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Het is nu 11:50, dus lekker op tijd. Morgen weer een nieuwe dag. Super veel zin in. Check jullie dan. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En check de vlogs in de gaten voor de aankomende dagen, want we gaan weer eBay pakketje openmaken. We hebben weer een nieuwe pallet gevonden, dus dat is echt super nice. Ik check jullie morgen en dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.